Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is dag 5. We zijn halverwege van de vakantie. En we zijn nu onderweg naar het ontbijt. We zijn nu onderweg naar Cala Villa Sioneta. Helemaal gepakt en bezakt. En een hoedje op, want het is code, bla bla, zoiets. Maar het is sowieso dat je binnen 10 minuten gaat verbranden vandaag als je uitkomt. Dus ik zet dit op, doekje. En ik ga snorkelen en aan de zee, ja, brand je nog sneller. Dus, en ik hoop dat ik vandaag wel beelden kan maken. Want mijn beelden van eergisteren, daar is iets misgelopen en zijn allemaal gewist. Thank you.
zijn heel veel beeldjes gemaakt, maar hopelijk staan ze nog op mijn SD-kaart. De vorige SD-kaart heeft ze gewoon allemaal gefilmd. En als ik ze dan wil bekijken, gaat het niet meer. Dus hopelijk kan ik dat straks wel doen. Maar ja, we gaan nu eten. Zo, we zijn terug op de kamer. We gaan ons klaarmaken voor het avondeten. We hebben deze middag nog gezwommen in het zwembad. En zoals jullie hopelijk gaan zien, zijn er mooie beeldjes van het zwemmen in de zee. Tussen de vissen en de koralen. En ik heb ook iets heel leuks geboekt voor morgen. Maar dat gaan jullie morgen zien. Dus ik ga me nu klaarmaken. We zijn, nu onderweg naar dinner. Zo, je ziet op de achtergrond. Ik heb een kleedje aan. Ik weet niet waarom. En mijn haren zijn ook nat van douchen. Oorbellen zijn van Shein. We hebben na het eten, wat ik ben vergeten te filmen, besloten om naar San Antonio te komen. Dus als we nu aan het doen zijn, dan zijn we een beetje aan het rondkijken. Hier achter mij is een marktje bezig. Het is heel heel druk, we hebben heel lang op de taxi moeten wachten. Maar we zijn er en ja, we gaan nu een beetje rondkijken met hoe ons hand is. Ik ga de vlog hier afsluiten voor vandaag. Ik weet niet hoe laat het is, 11 uur of zo. Maar morgen moet ik vroeg opstaan voor mijn activiteit die ik heb gekozen om te doen. Dus dan neem ik jullie weer mee. San Antonio was heel druk vandaag. Normaal valt dat best mee, maar het was best druk. Ik weet niet of jullie mijn kleedje al gezien hebben. Het heeft een split. Als hij tevoorschijn wil komen. Van achter is hij open. En oorbelletjes zijn van Shein. Dus ik ga bij deze vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie weer een leuke Ibiza vlog. Zeker niet abonneren. Doe thumbs up. Want daar helpen jullie mij enorm mee. En ik zie jullie in de volgende vlog. Bye!